Kan iedereen mij goed horen? Ja. Ja? Fijn. Omdat het zo intiem is, dacht ik dat het goed zou zijn, of leuk zou zijn, als ik een korte inleiding ga doen voor alle stukken. Het is helemaal 20e eeuwse programma. Dus eigenlijk zijn alle stukken binnen zo ongeveer 15 jaar geschreven. We beginnen met Frans, iets Frans. Daarna hebben we Russisch, daarna Hongaars. En dan eindigen we nog met Frans. Daarnaast hebben we ook invloeden met beide Franse componisten, met Spaanse invloeden. En beide stukken in het midden hebben we volkse invloeden. Ik zal beginnen met Debussy, Preludes 5, Preludes van zijn eerste boek. Het eerste prelude heet Danseresse de Delphi. Je moet je voorstellen dat een beeld van een gigantische steen met drie dansende figuren. En het is niet, ja, ze dansen, maar het is iets van zo lang geleden. Dat dan moet je je voorstellen hoe langzaam dat is. En hoe majestueus dat is. En hoe dat je verwondering hebt. Dat het zo fantastisch is. Daarna speel ik Juan. Juan is een beetje ambigu, omdat het twee betekenissen in het Frans heeft. Zeilen van een schip en tegelijkertijd sluiers. Dus het is heel mysterieus, heel donker. Tegelijkertijd zijn er zoveel lagen en eigenlijk weten we niet welke het is. Daarna speel ik de onderbroken serenade. Dat is een heel speels met Spaanse invloeden. Het is een soort Romeo en Juliet verhaal. En daarna de onderbroken kathedraal. Heel bekend begin van de Russie. Dat gaat over het verhaal, de legende van een kathedraal die onder het water heel ver in de distantie bijna niet te zien is. En dat de mensen willen elke ochtend als de zon boven komt, dat je het wat duidelijker kan zien. En de mensen willen gaat ook weer weg. Dus ze zijn allemaal heel erg zoveel duidelijke beelden voor te kijken en met de oren. Dan eindig ik met minstreden. Dat is een soort grappig eind met iemand die grapjes maakt en die misschien een sprookje probeert te vertellen. Dus, en daarna zal ik wat meer over vertellen. Thank you.
Thank you.
mensen die door de stad lopen en die allemaal gevormde gezichten hebben. En dus het is echt slijmerig. Het is heel. Thank you.
overal in de wereld om volksmuziek te verzamelen met opnames. En hij heeft een keer gezegd dat elk stuk in zijn hele rug niet door hem is geschreven, maar door de manier van de volksmensen. Maar op een stuurteam zei hij, is het enige stuk waar hij zijn eigen melodie gebruikt. Het is nog steeds heel volksachtig, natuurlijk. We hebben een eerste deel, dus net zoals je met het ene moment in Prokofjev een soort openmaakt met mensen en met een zingenbal. Het is zogenaamd een van de moeilijkste stukken wat je geschreven.
probeert je bang te maken in je eigen huis. Dus plots verschijnt hij en dan weer verdwijnt hij voordat je het weet. Dus het is heel spastisch, heel spooky, heel donker. En ja, dus waard. En vervolgens gaan we. Thank you.
Thank you.